Een hele goede middag en welkom bij deze nieuwe Ups & Down. Vandaag, eerste schooldag, zit erop. Hebben jullie alweer opgehaald? Ik heb het vandaag heel druk gehad. Wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb Jordi vanochtend naar school gebracht. Ondertussen met de huisarts gesproken. Liam die heeft steeds een loopoor en het gaat maar niet weg. Zijn huis, ja hè? Het gaat maar niet weg en hij heeft er last van. Ik had aangegeven waarom ik heel graag een drankje wilde. Liam kon nog geen 2 minuten stil liggen en druppels, et cetera. Dat is voor Liam gewoon niet te doen. Ja. En dan wou de huisarts hem toch even zien. Dus gezien. En daar ben ik dus heen geweest. Toen zijn we thuis gekomen. Hebben ze gegeten. Toen kwam thuisbegeleiding. En toen was het weer tijd om Jordi op te halen. En daarna ben ik gauw Liam zijn medicatie gaan halen. En die heeft hij net gehad. En nu zijn we weer thuis. Dat is eigenlijk een beetje wat ik heb gedaan. Ik ben ondertussen nu ook aan het uploaden. Dus dat ben ik ook aan het doen. Sam is in slaap gevallen. Ondertussen alles. Dus druk. Ik heb gewoon een drukke dag gehad. Een drukke eerste dag. Maar dat maakt niet uit. Komt allemaal goed. Zo dadelijk aan het eten beginnen en alles erop en aan. En dan zien we wel weer waar het schip strandt vandaag. Goedenavond. Ik ben... ik heb later gegeten. Ik heb de kinderen eten gegeven. Ik heb pizza voor Niels in de vries of in de oven gedaan. Ik heb echt spraakgeblek. Daarna ben ik naar de Smoelensmid geweest. Die heeft alles even nagekeken. Ik heb hier in deze kies, of in deze tand, hier zit zeg maar een gaatje die gestopt is. En hier zit ook nog een gaatje die beginnend is. Daar gaat ze nu nog niks aan doen. Dat is zeg maar eventjes afwachten hoe dat er de volgende keer eruit ziet. En dan kan het zijn dat die gemaakt wordt en dan zo gelijk dat plekje erbij maken. Ik heb nou eenmaal altijd een calciumtekort omdat ik niet genoeg melkproduct binnenkrijg. Als ik vloeibare melkproduct ga drinken, heb ik er altijd last van. Eet ik ijsje, heb ik er last van. Dat soort dingen allemaal. Dus ik eet niet altijd ijsjes en dat soort dingen allemaal. Dus dat betekent ook gewoon dat je tanden eraan gaan. Dat is een nadeel van een gastric bypass. Ik hoorde zoveel met problemen met een tanden na een gastric bypass. Ik ben trouwens ook een beetje verkouden. Dat is gewoon zoals het is. Maar ik lag daar dus bij de Smoelensmid tot 8:00. Daarna ben ik eventjes naar de winkel geweest voor een aantal dingetjes voor morgen. Want Liam en Sam gaan morgen naar school. Jordi gaat morgen naar school. Niels morgen werken. Dus ik moet een broodtrommel gaan maken. En dat ga ik nu doen. Dat. Ik moet even meloen snijden. Dat soort dingen allemaal. En zorgen dat iedereen hun brood en fruit voor morgen klaar heeft staan. Dus dan ga ik even mee aan de slag. Een hele goede morgen. Horen jullie dat? Rust. Rust. Oh yes. Ik heb vanochtend iedereen naar school gebracht. Iedereen, ja. Liam heeft natuurlijk zijn antibioticaatje vanochtend gehad. En hij pakt die echt toppetje in. Daarna ben ik eventjes naar de winkel geweest. Heb ik nu alles opgeruimd. En nu kan ik even op mijn kont zitten. Want ja, ik doe nu heel even niks. Even rust. Ik heb nog steeds last van mijn knie. En dat is helemaal prima. Maar, hè, doe even rust. Dat is wat ik ga doen vanochtend. Het is nu 11:00 of zo. Oh, bijna 11:30 zelfs. Joefie zit hier. Dag Joefie. Hallo.
En ja, dat is gewoon even niks doen, even niks doen. Even lekker scrollen, gewetenloos scrollen op mijn telefoon. Ja, vanavond of straks als ik de kinderen heb gehad, zien we wel weer verder. Want ja, hè, meer als dat kan ik niet. Ik heb de Bambix-bende weer opgehaald. Liam, die is niet blij dat het regent. Zijn taxi die was nat geworden, dus hij moet even zijn taxi droog maken. Dus ik heb hem een doek gegeven. Succes, jongen. Zo dadelijk heel even luiers doen. Ze hebben al wat gegeten, wat gedronken. Ze hebben van alles gehad. Dus ja. Ik heb mijn rondje alweer gemaakt. Alle broodrommels leeggemaakt en klaargezet. En zo voor de vaatwasser te doen. Dus ja, Jordi heeft wel vandaag buikpijn. Maar ja, dat is een kleinigheidje. Volgende week is dat, als het goed is, niet verleden tijd, maar gaat dat weer even een beetje de betere kant op. Papa is thuis. Dat betekent dat Liam boven op papa zit. Liam, volgens mij ben je papegaai. Papegaai. Auto. 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 Wat doe nou? Je krijgt hem niet dicht, hè? Auto. En nou dikke vet scheten laten, Liam. Zo. Oh no. En het scheten, papa. Een hele goede middag. Ik heb vanochtend iedereen naar school gebracht. En daarna ben ik heel even gauw een paar dingetjes gaan halen bij de winkel. En daarna ben ik hier aan begonnen. Ik heb de zandbak opgeruimd. Hij staat daar. Met al het zand. Dat gaat weg. Dat gaat Niels regelen. Dat is niet mijn pakje, Jan. Joef, kom naar binnen. Joef. Dan moet ik nog heel even wat speelgoedjes uitzoeken. De zandbak gaat naar een vriendin van mij. Haar zoontje is helemaal gek van zandbakken. En hier spelen mijn zoontjes helemaal niet met de zandbak. Er zat zelfs onkruid in. Dat ik tegen Niels zei, ja, of het zand moet weg en er moet nieuw zand in. Hij gaat gewoon weg. En we kijken in de toekomst wel. We willen in de toekomst ook een speeltoestel als Sam ietsjes ouder is. Ik wil er nog een jaartje ongeveer mee wachten. Zodat ze dan een grote glijbaan hebben en dat soort dingen allemaal. En daar een zandbakje onder. Maar ja, dadelijk komt weer de herfst en alles eraan. Doen ze er ook niks mee. En ik weet dat haar zoon met regen en wind daar gewoon in gaat zitten. Dus ja, dat heb ik gedaan. Ik voel het nu wel dat ik het heb gedaan hoor. Maar goed, hey. Nu moet ik Jordi gaan halen en Liam en Sam. En dan zijn we weer thuis. Niels die is werken, die komt heel laat thuis. En ja, we gaan het zien. We gaan het gewoon zien hoe het loopt. We eten vandaag frietjes, want ik ga niet ruzie maken vandaag met de kinderen. Gisteren was het een drama toen Liam thuis kwam van school. Ik ben ook heel laat pas kunnen gaan beginnen met eten maken. En zelfs dat wou hij niet eten. Het was janken, gillen. Het zijn allemaal prikkels. We gaan zien hoe het vandaag loopt. Maar ja, dat is dus hoe het nu momenteel een beetje hier ervoor staat. Maar goed, ik ga gauw Jordi ophalen en zorgen dat alles en iedereen weer thuis komt. Dan moet ik nog even wat speelgoed uitzoeken van de zandbak. Wat ik zelf hou voor de toekomst en wat ik mee ga geven voor het manneke. Zodat die ook gelijk wat speelgoed heeft daarbij. Alles is weer in huis. Wat hebben ze het goed gedaan vandaag. Dus we gaan ze lekker eventjes laten. En ik hoop dat het vandaag allemaal meevalt, wat ik gisteren allemaal met Liam heb gehad. Wat wel grappig is, ik weet precies wanneer Sam gaat poepen. Dat is zijn hoekje. Dus die is lekker aan het schijten. Ja. Iemand moet het doen, toch? Zou die het zwaar hebben gehad vandaag op school? Ik heb er even een dekentje op gelegd. Ik snap dat ook wel. Want hij heeft natuurlijk last van zijn oor. Hij gaat nu weer volle dagen.
aanstaan. Dus ik snap wel dat het kind moe is. En ik heb net ook tegen hem gezegd, ik laat je eventjes slapen en mama maakt jou wel dadelijk weer wakker. Dus dat heb ik hem net ook gezegd. Dus ik ben benieuwd. Normaal is het hel als ik hem dadelijk weer wakker moet maken. Maar goed, we gaan het zien. Soms moet je even keuzes maken. Ja, ik heb gewoon even een podcast aanstaan. En waarom? Dat vind ik gewoon heel prettig. Ik had frietjes gemaakt, want ik wou iets anders maken. Maar ik had hier een kind dat een beetje trubbelig was. Dus ik heb frietjes gemaakt. Hij heeft zijn frietjes niet aangeraakt, want frietjes waren ijskoud. Sam wel, hè? Sam heeft wel gegeten. Zal mama eens even jouw luier gaan doen? In ieder geval... Oh, je hebt vieze handen. Mama schoonmaken. In ieder geval, ik heb nu nieuwe frietjes voor Liam erin zitten. Liam wil nou momenteel snackjes eten. Dus ik heb nieuwe frietjes aanstaan nu. En die gaat hij dadelijk wel lekker eten. Want hij is nu vanuit zijn troubelfase voorbij. Dus dan kan ik zulke dingen beter aanpakken met hem. Een hele goede morgen. Kindje dan maar wakker. Ik ga ze allemaal aankleden en dan gaan we naar schooltje. School, school, school. School, school, school. Liam en go. Ja, Liam gaat naar school. Wat is er? Wat ben je allemaal aan het doen? Doe niet. Out. Ja, dat is er niet. Nee, de tanden moeten erin blijven. Oh. Ja, oh. Je tanden moeten erin blijven. Kijk, mama heeft ook tanden. Mama heeft ook tandjes. Moet je niet eruit halen. Die moeten er nog in blijven. Nog een paar jaartjes. Ja, haha. Slimmerik. Ja, haha. No. Dus die ga ik zo dadelijk naar school brengen. Dan ga ik naar huis, komt een vriendin eventjes op bezoek. Dan moet ik nog even een paar boodschapjes halen. En dan vanmiddag komen mijn ouders even op bezoek. En die eten hier mee. Dus ja, dat is de bedoeling eigenlijk een beetje. Papa! Ga op. Nee. Wat gaan jullie nu aankleden? Een hele goede avond. Ja, ja. Mijn ouders zijn geweest. We hebben het gewoon echt heel druk gehad. Niels en ik hadden nog een afspraak staan. Dus mijn ouders die moesten even oppassen. En nogmaals, waarvoor die afspraak is. Daar kan ik vrij weinig over vertellen op dit moment. Toen zijn we thuisgekomen. Hebben we gauw wat gegeten. En nu zijn we hier aan het opruimen. En ben ik alle... brood gebeuren aan het maken. Niels die heeft 4 broodjes, shawarma wat nog over was, salade en fruit. Sam die heeft 2 broodjes met smeerkaas, 2 koekjes, en worstje, cashewnootjes en wortel. Dus dat is wat Sam heeft. Liam die heeft poffertjes. Die doen ze daar warm maken. En dan heb ik hier stroop. Gewoon stroop, schenkstroop. En dan heb ik hier een kruidenkaasje in zitten. En dan kan die met de tukkoekjes doen. Dan heb ik nog een klein kaasje. Cashewnootjes en wortel. Jordi is ook heel simpel. Ik had geen krentenbolletjes meer. Dus hij krijgt een broodje met pindakaas extra erbij. Maar de rest is gewoon smeerkaas. Dan heb ik hier nog watermeloen. Ik heb aardbeidjes, druifjes en mandarijntje. En dan krijgen Liam en Sam krijgen ook nog bananen op school. Want die doe ik nou niet snijden, die doen hun snijden voor mij. En voor Jordi zit watermeloen, kiwi en aardbeidjes erin. En ja, dat is wat ik nou net voor de kinderen heb gemaakt. Ja, dat. Het is donderdagavond, dus ik ga ook bij deze ups en dan afsluiten. Wil je mee afsluiten, Niels? Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.